Wat is de gezondste avondmaaltijd? Wat is de gezondste avondmaaltijd? We beloven onszelf vaak om een gebalanceerd dieet te volgen, maar dat gebeurt uiteindelijk niet altijd. Elke maaltijd van de dag is belangrijk, maar er is één die eruit springt, omdat het invloed heeft op leverproblemen, slapeloosheid en obesitas: de avondmaaltijd. Als je op zoek bent naar een aantal gezonde avondmaaltijden, lees dan zeker weten dit artikel, aangezien we hieronder een aantal van de gezondste avondmaaltijden opnoemen. Voordelen en risico's van de avondmaaltijd. De avondmaaltijd is de laatste maaltijd van de dag. Je zou nooit naar bed moeten gaan met een lege maag of juist te vol, omdat het dan moeilijk is om te rusten. Aangezien je 's nachts niet veel energie consumeert of calorieën verbrandt, is een vroege of kleine avondmaaltijd belangrijk. Wanneer je te laat een grote avondmaaltijd eet of ongezonde voedingsmiddelen toevoegt, zal je sommige van de volgende effecten op je gezondheid opmerken: slapeloosheid en vermoeidheid in de morgen, opgezette ogen of een dof uiterlijk op je gezicht, vocht vasthouden, constipatie, slijm wanneer je wakker wordt, leverproblemen, slechte spijsvertering, zuur, winderigheid, etc. Op de lange termijn obesitas of gewichtsverlies. Wanneer zou je de avondmaaltijd moeten eten? Zodra je gaat liggen om te slapen, ontspant je lichaam, waardoor de cellen in je lichaam kunnen herstellen. Eén orgaan herstelt elk uur, volgens traditionele Chinese geneeskunde. Specifiek, 23 uur tot 1 uur de galblaas, 1 uur tot 3 uur de lever, 3 uur tot 5 uur longen, 5 uur tot 7 uur de dikke darm, 7 uur tot 9 uur de maag. Als je de biologische klok in je lichaam respecteert, zou je klaar moeten zijn met de vertering van je avondmaaltijd om 23 uur, waarbij je rekening moet houden dat de spijsvertering ongeveer 2 tot 3 uren duurt. Daarom is de beste tijd om de avondmaaltijd te eten voor 20 uur. Wat zou in een gezonde avondmaaltijd moeten zitten? Een gebalanceerde avondmaaltijd zou het volgende moeten bevatten: 1 deel groenten, bij voorkeur gekookt. Je kan ze echter ook rauw eten als je ze goed verteert, salades bijvoorbeeld, vooral wanneer het buiten warm is. 1 deel eiwitten met weinig vet, eieren, vis, peulvruchten, tarwe, gluten, verse kaas, yoghurt, gedroogde noten, champignons. 1 klein deel zetmeel of granen, volkorenbrood voor erbij, pasta, bruine rijst, aardappels, banaan. 1 klein deel gezonde vetten, plantaardige olie, noten, eigeel, yoghurt, avocado. Wat zou niet in een gezonde avondmaaltijd moeten zitten? Te veel zetmelen of granen, omdat ze je te veel energie geven. Suikers, zoet fruit, omdat deze ervoor zorgen dat je aankomt als je ze met je avondmaaltijd mengt. Citrusvruchten zoals sinaasappels of mandarijnen, omdat deze ervoor zorgen dat je moeilijker in slaap valt. Zomerfruit dat rijk is aan water, zoals watermeloen of meloen, omdat deze de spijsvertering vertragen. Verzadigd vet, margarine, pastijtjes, gefrituurd voedsel, rood vlees, etc., omdat deze je lever en blaas overbelasten. Te veel zout, dat ervoor zorgt dat je vocht vasthoudt. Stimulerende middelen, zoals koffie, thee, cola, etc.
Voorbeelden van gezonde avondmaaltijden: groentepuree, een klein beetje havermout en een hardgekookt ei, gesorteerde groenten met champignons en een volkorentoast, natuurlijke yoghurt met een halve banaan en een handjevol walnoten, groenten en vermicelli soep en gegrilde visgroenten, smoothie of gazpacho en een omelet, peulvruchtencrème en gebakken peren, groenten met een klein beetje aardappels en gebakken kip, groene salade met verse kaas en zaden, mais tortillas met guacamole linzen, geraspte wortel en een klein beetje mayonaise. Nog één opmerking: als je eerder je avondmaaltijd eet of iets gaat doen voordat je gaat slapen, dan kan je de hoeveelheid zetmelen en granen vergroten en een volkoren pizza met groente en champignon of een sandwich met sla, tomaat en kaas eten. Als je gedurende de week goed oppast met je avondmaaltijd, dan kan je in het weekend een uitzondering maken. Je zal de volgende morgen echter altijd wel merken hoe gezond of ongezond je avondmaaltijd was, op basis van de gemoedstoestand en energie waarmee je wakker wordt.